De BMW kwam tot stilstand. Nicky boog naar voren om te kijken of er fietsers aankwamen, maar ze was iets te vroeg gestopt. Voorzichtig gaf ze een beetje gas en daarna stopte ze weer. Het fietspad was vrij. Door de bomen kon ze de weg niet overzien. Daarvoor zou ze half op het fietspad moeten gaan staan. Zolang er geen fietsers aankwamen, was dat geen probleem. Even overwoog ze om gas te geven. De kans dat er autoverkeer passeerde was niet groot. Ze voelde het effect van de port in haar hoofd. Hou je koest, koud staal, hield ze zichzelf voor. Er reed een auto voorbij en daarna nog een. Toch verstandig dat ik gewacht heb, registreerde Nicky. Links en rechts was het fietspad nog steeds leeg. Half verscholen achter een kastanjeboom, een meter of 20 van haar vandaan, zag ze iets wat haar niet eerder was opgevallen. Beweging. Twee jongens die op een scootertje hingen. Precies kon ze het niet zien, maar de jongens waren met iets bezig. Een sigaretje roken of een sms'je versturen. In ieder geval bevond de scooter zich op een veilige afstand. De stem van het volk. Wat heb je voor een boek geschreven met de stem van het volk? Ja, de stem van het volk is voor mij eigenlijk iets nieuws. Het is een boek wat zich in de politieke weer actualiteit afspeelt. En het gaat over de wisselwerking tussen de populistische politiek, die in Nederland op het ogenblik echt furore maakt, en de enorme rol die de media, met name de televisie, daarin speelt. En de populistische politiek, dat is dan Wilders en... En Verdonk. En Verdonk. En, nou ja, ga zo maar door. En Marijnissen zou je kunnen zeggen. En Pim Fortuyn. Het is meer dan één persoon. Ik heb het ook niet echt opgehangen aan een bestaande Nederlandse politicus of politica. Maar meer aan het fenomeen, de onverwachte, plotselinge, spectaculaire opkomst van een populistische politica. Dankzij televisie. Die dus enorme furore maakt. Het hele land is in de ban van haar. Ze is de talk of the town, om het zo maar te zeggen. En... in het verhaal, in het plot, wordt eigenlijk onderzocht, wat zit daarachter? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wie is, wat zijn de krachten, wat zijn de motieven en de bewegingen die achter de opkomst van zo'n totaal onbekende politica zitten?